Oké, jongens. Op een geweldig slecht weekend. Ja. Dankjewel, dames. En heren. En heren. Zo. Ah, we hebben mijn zonnebril vergeten. We zijn dus in de Paramaribo Zoo met z'n drieën. Volgens mij zijn we ook de drie enige in de Paramaribo Zoo. En de en de mensen die werken. Ik heb ook begrepen dat er... Oei, dan staat gewoon een dier op de weg. Oh, de ezel. Ik heb ook begrepen dat er meer dieren buiten de kooien zitten dan in de kooien. Maar we gaan het allemaal zien. Kijken. Ja, dat is mijn vader. Ja. Zit zo met z'n tweeën. Lekker biertje te drinken. Rood. Hoe vinden jullie de zoo tot nu toe? Ja, leuk hoor. Hoe vind jij de zoo? Ik ben er lang niet geweest. Naast nog Fredberg. Oh. Ja, maar moet je eerlijk zeggen? Ja, ik ben na een paar dieren niet gezien heb op Fredberg. Dat is wel goed zijn om te zien. Dat zie je alles om. Maar dat je heel even een toekant daarvoor. En dit is dan Gimmie Sweetie. Dus je luistert goed naar die woorden. Ik kan niet leven in een wereld zonder jou. Mooi hè, de brug. We gaan natuurlijk ook met papa even de bosjebrug over. Wacht nog. En toen... Surinamers, what say you live a plan? Surinam, Surinam, boyoyoe. Surinam, yeah, trapeuanita.
We hebben vandaag van iedereen afscheid genomen. Van de ouders van Sek. Van de ouders van Meerte. Ja. Eigenlijk van iedereen. En nu zijn we op weg naar het vliegveld. Om mijn papi terug te brengen. Superweek in Suriname. Superweek in Suriname. We hebben net nog een biertje gedronken ergens. Wat hebben we nog meer gedaan? We hebben roti gegeten vanochtend. Er zit een krasje op mijn camera. We hebben vanochtend nog even gewerkt met z'n drieën. Ja. Oh, altijd. Koffer ingepakt, afscheid genomen van de hondjes, van de ouders van Meerte, de ouders van Sek. Ouders van Nicky hebben gisteren afscheid van genomen toen we uit eten waren met z'n allen. Ja, die denk ik liep in mijn onderbroek. Ik denk, die ga ik nou niet nog een keer zo knuffelen. Dat zou een beetje raar. Nee, onderbroek zou ik ook niet nog de ouders van Nicky gaan knuffelen, nee. Nou pap, ga je? Daar gaan we. Wordt leuk? Komt heel leuk, super week. Hartstikke gezellig met jullie. Ik heb allemaal te kiezen met dat ding. I love you papa. Bel je maar als je thuis bent? Tuurlijk. Doei papi. Doei. Nee, we hebben er een. We hebben net mijn vader weggebracht naar Zanderij door de douane. We waren eigenlijk nog allemaal spelletjes aan het doen en aan het eten en drinken. Maar toen moest hij al worden, blijkbaar hadden we helemaal niet echt in de gaten dat hij eigenlijk al moest gaan. Maar hij was niet te laat. Maar hij was niet te laat, maar we hadden gewoon niet door dat hij echt al moest boorden. Dus toen moest hij maar gaan. Hebben wij nog lekker hem uitgezwaaid, echt blijven staan met zwaaien totdat we hem eigenlijk niet meer zagen, Lies. Mm. En nu zijn we onderweg naar de stad. En het is ook Sek's laatste avondje. Ja, samen gepland voor Walterto, zijn we hier. Oh, ik dacht vanavond gepland voor Nee, helaas moet ik weer werken dan. Ja, morgen ga je weer werken en dan komt hij volgende week woensdag weer. Dus dit keer maar een beetje in plaats van 10 dagen. Maar we moeten even denken. We gaan dus met het hele team van Sofiu, SHS en Studentenpas. Eigenlijk gewoon iedereen gaan we uit eten. En ik dacht dat we bij een super gezellig tent zouden gaan eten. En het blijkt dus weer een of andere Chinees te zijn. Maar de zoveelste keer eet ik deze week bij de Chinees. Met mijn vlogcamera natuurlijk weer vergeten, want we gaan dadelijk ook lazy gamen en stappen. Dus ik ga filmen. Met mijn telefoon. Gezellig hè, al die mensen. Daar zit de bende van ellende. Oh nee, vlog, vlog. Moeten er nog meer dingen komen? Zet op jongen. Draaien, doordraaien. Sneller, want dit is geen boeiend stuk. Oh, te vast. Ja? Doordraaien, door. Bijna, bijna, bijna. Cut it!
Het is wel lang met vrienden. Nee, maar nee, dankjewel. Ze doen een carnavalse optocht. Nee, we hadden een mailtje gekregen, ik denk van jou ook.